hem maar. De legbatterij. Ja, dat is goed. Ja, prima. Legbatterij, Loes. Dat ding is uit. Oh jongens, Jos kan het ook stoppen. Ik kan niet. Dan hou ik niet meer op. Loes, wat was het? Mijn onderwerp. Is een kruimeldief. Een kruimeldief van haar en Willem. Ja. Het was niet zozeer dit apparaat dat ik in mijn hand hou, als wel de reflectie daarvan op een achterliggende wand, mits beschenen door behoorlijk hoeveelheid licht. Een schim? Nee, schat. Een hoofdpersoon uit de detective maar, van haar vank. Ja, zeg het maar. Met een schaduw. Ja! Jongens, het was niet makkelijk, maar wel erg leuk met je lichtbatterij. Heel hartelijk bedankt. Meta, Jan, Anne, een heel goed nieuwjaar. Kom kijken, leuk dat je er was. Reed zelfs in de voetsporen van Sinatra. Ja. Jos, moet het. Oh, mooi. Ik ga door. Jos met die kip. Laat dat. Ik ook in die oliebollen leggen. Wij gaan door met de drie mensen, dames en heren, die ik denk zeer vertrouwd zullen zijn überhaupt met Babylonië. Want ik denk dat ze het hele jaar door eigenlijk niks anders doen. Want wij gaan naar de politiek en wij begroeten de minister Marcel van Dam. We begroeten Ed Nijpels en we begroeten Dick Dolman. Dat zijn de drie. Dag heren. Wat leuk dat dan moet ik maar even deze kant op doen, want er gebeuren op deze tafel van alle mogelijkheden. Wat leuk dat u er bent. Hij lust ook niet. Wat prettig dat u met ons spel mee wil doen. Ja, pak maar wat. Ja, uitstekend, pak een stukje papier, ze liggen ervoor. Heel goed. En het glaasje champagne komt erbij. Meneer Van Dam, de minister van Volkshuisvesting, goed dat u er bent op dit nachtelijk uur. De voorzitter van de Tweede Kamer, meneer Dolman, in het midden. En de heer Nijpels van de VVD aan deze kant. Heren, zou u nog iets aan het volk mee te delen hebben? Wou u nog een wens doen? Zeker, zegt meneer Dolman. Gaat u gaan. Politici zijn het altijd met elkaar oneens. En om te bewijzen dat het ook anders kan, hebben wij een gezamenlijke wens, namelijk namens de gehele Tweede Kamer en de regering. Dat is een mooie. Monique, laat eens even zien wat er nu weer ter tafel komt. U weet hoe het spel gaat. U hebt iets om aantekeningen mee te maken met pen, met papier, met potlood. En wij gaan dus nu de onderwerpen één voor één de revue laten passeren. Wie mag ik als eerste het woord geven? Er wordt toch gekeken. Wie wil daar? Willem? Zit je ermee? Moeilijk? Moet even wachten. Ja, Jos? Daar komt. Ligt een beetje, heren, voor de hand, mijn onderwerp. Omdat mijn onderwerp ook wel eens in de politiek voorkomt. Het is een... U kent dat, hè? Ik hoef u het politieke bedrijf niet uit te leggen. De een laat makkelijk een veer en de ander gaat ermee pronken. Het is iemand die... Nee, dat zei ik niet. Dat had u wel ingevuld, maar de heren mogen het dus niet invullen. Het is een echte ijzervreter volgens de volksoverlevering. Als je Van Dalen na zou slaan, maar dat kunt u dus op dit moment niet doen. Juist. Wat was het? Ja, dan laat ik bij. Ja. Oh wie? Ja, Loes? Mijn onderwerp is een gemakkelijk en huiselijk type met een zachte inborst. Toch kan hij ook heel agressief de keer gaan, want er kan uitgeschoten worden. Als voorvoegsel kan mijn onderwerp iets beestachtigs aanduiden, maar ook iets dat zich gemakkelijk onder de voet laat lopen.
heren zijn driftig aan het schrijven aan de andere kant, zie ik wel. Willem? Ja, mijn drie zeer excellente heren aan de overzijde. Het onderwerp dat op mijn kaartje staat vermeld, heeft op het ogenblik de zeer hoge belangstelling van een niet gering aantal vaderlanders. En toch is het een onderwerp dat niet van een leien dakje gaat. Eigenlijk meer een verschijnsel, zou je kunnen zeggen. Een verschijnsel dat duidelijk in de lift zit. Ik geloof dat ik het daar even bij laat. Ja, ja. U mag als eerste een gokje wagen, alle drie. Zou u zo goed willen zijn om dus zonder verdere vragen te stellen, is gewoon een gokje te doen, meneer Nijpels? Van Willem Duis, een verschijnsel van 8. Ik weet niet of u bij de heer van 8 nog denkt aan een verschijnsel dat nog steeds in de lift zit, maar dat is niet het woord wat op mijn kaart staat. Meneer Dolman? Ja. Meneer de voorzitter, ik vraag schorsing. Dat kwam u zeer natuurlijk over de lippen. Maar ik mag u toch verzoeken één gokje te wagen. Je mag je overnemen. Je gaat nee. Nee, we houden dit streng. Spel heel streng. Spelregels. Vraagt u maar wat. Het maakt toch verder niks uit. Het is zo aardig als het er helemaal naast is. Willem, het haantje van de toren. Meneer Dolman, ik duid het u uit totaal niet. Ik wou het zeggen, ik duid het u niet euvel dat u mij tutoieert, hetgeen ik u ook buiten deze tafel zou doen. Maar meneer Dolman, excellente voorzitter van de Tweede Kamer, u bent zeer ver de plank misgeslagen. Ja, de heer Van Dam bij? Het eerste onderwerp, een wekker. Nee, het mag er maar eentje zijn. Wat heeft dat met politiek te maken? Ik gooi ze alle drie even over de tafel. Nee, eentje mag niet, ik mag er maar eentje kiezen. Ik weet ze alle drie. Wie had u die wekker toebedacht, wou ik zeggen? Jos Brink. Ja. Nou, bijna. Nee, dat is toch niet goed. Mag je er ook gelijk mee opbouwen, of niet? Voor het moment wel, want in dit geval wou ik graag aan de heer Dommervaar, wil hij wat vragen gaan stellen aan de mensen aan de overkant, gedurende bepaalde... Ja, daar ben ik mee begonnen. Ja, de heer Duis, die ik bij de voornaam noemde vanwege sterrenslag. Ja. Collega. Captain. Het onderwerp gaat niet van een leien dakje. Heeft het met andere daken te maken, als daar zijn pannendaken, rietendaken? Nee, de ene vergelijking die zich met daken zou voordoen is de schuinte waarmee mijn onderwerp nauw betrekking heeft. Maar het is geen schuin onderwerp. Het is een uitermate schuin onderwerp. Een smeerkees. Menige smeerkees beoefent het onderwerp wat op mijn kaart staat vermeld. Maar dat zal u niet helpen. Een snotneus. Ook snotneuzen heb ik hiermee bezig gezien, ja. We houden even op met de vragenstelling in het midden. Ja. Ga uw gang, meneer Van Dam. Vragen stellen aan de... Aan de drie, wie u maar wilt hoor. Ga u gang. Doe je het altijd met een ander? Aan wie wou u dat doen? Nee, je doet het met mijn onderwerp, doe ik nooit met een ander. Ik bedoel, ik vogel wel eens, maar... Dan ben je niet zo schuif. Heb je het bij je? Ja. Laat het je straks zien na de uitzending, maar ik heb het bij me. Trekt u zich van enige zijpaden niks aan, wou ik hierbij zeggen. Gewoon doorgaan met vragen zelf weer van dan, want ja. Een ekster. Nou. Het was dus niet goed. Het is een vogelaar. Nou, die
Ekster was er zover goed dat hij natuurlijk wel eens zijn neus ergens in steekt. Ja, maar dit is een weerhaan. Zou u overigens zo goed willen zijn als u een antwoord denkt te weten even op de knop te drukken? Oh, moet dat altijd? Het makkelijker om te weten wie er op dat moment aan het bod is. Ik zou maar aan het is dus fout, begrijp het was fout. Geen haan. Nee. Alweer, maar nee, alweer geen haan. Doen we niet aan vanavond, dus nogal makkelijk. Zou ik aan de heer Nijpels mogen vragen of hij wat vragen wil stellen? Aan Luus, gebruiken we het iedere dag? Ja, misschien wel. Jij misschien wel. Ik niet. Ik niet. Gebruiken wij het in de kamer wel eens, denk je? Ik, ja. Ik heb het nog nooit gezien, maar ik weet het niet zeker. Nee, nee. Denk het niet. Kun je het kopen? Jawel. Het is geen stofzuiger? Nee. Doe ik dan maar eventjes, maar het geeft niet hoor. Maar het is maar even om het voorbeeld te noemen. We gaan maar even door met vragen. Een haardkleedje. Van mij? Nee, er gaat wel warmte van uit, maar zoveel nou ook weer niet. Nou, in de buurt van mij. Ach, dat is nou jammer. Het belletje voor de vragenronde is een bontjas. Loop je toch niet onder de voet? We vragen wat voorwerpen bij die misschien ter verduidelijking kunnen dienen van de diverse onderwerpen. Kijk eens even. Willem, moet je, ik kan met die microfoon verder niet bij je komen. Nee, kom terug. Kom terug. Een gebroken been. Nou, dat... Nee, een kuk. Ja, die... Die ziet u regelmatig om u heen in de plek waar u werkt. Maar dat is... Ja, nou, het komt in de politiek voor, dat is toch gezegd? Maar het is dat niet direct. Dit zou het gevolg kunnen zijn van het woord dat op mijn kaart staat. Breken been. Bijna. Hou vol. Een hol. Ik heb gezegd, het speelt zich af op een zeer schuine helling. Mislukte skier. Nou, dat vind ik goed. Ja, dat vind ik goed. Ja, dat is goed, hè, Tim. Ik ben wel streng, maar een klein... Als u nou het werkwoord even noemt, zijn we eruit. Het is het werkwoord skiën. Dat was het. Dus het is pas zo dichtbij. We rekenen dat goed. Even prima. Ja, Loes. Een onderwerp dat duidelijk in de lift zit. Ja, Loes, wat heb jij daar? Als je mijn onderwerp zou hebben, heb je dit onderwerp niet meer nodig. Een voetenwarmer. Voetenwarmer? Nou, nee, slof. Ja! Ja! Een slof. Dat was het. Het juiste slof, woord was van pantoffel. Jawel, synoniem, dat nemen we. Hè? Dat is goed. Ja. Uitstekend. Tweemaal geraden. En wat heeft de heer Brink daar nog hier ter verduidelijking? Oh, wat mooi. Het is zeer eenvoudig. Als je goed naar mijn onderwerp kijkt, hè, dan begrijp je dat mijn onderwerp zijn kop in het zand steekt, omdat hij zich schaamt voor zijn kale kont. Een kip zonder kop. Nee. Een pauwenveer. Nee. Een struisvogel. Ja, een struisvogel. Natuurlijk. Juist. Maar ik wist niet dat het zo makkelijk was. Ja, zo hebben de heren de drie eerste problemen van dit jaar opgelost. Zou de heer Brink nog even willen uitleggen waarom een struisvogel ijzer vreet? Nou, dat staat in de Vandalen, dat schijnt een volksuitdrukking te zijn. Ja. Synoniem met uitspreken. Ja, ik ben eigenlijk. Ik doe mijn huiswerk. Ja. Tot ziens. Dag heren. Dat ziens heren. Dat ziens. Philip, wat wordt het hier? Wat wordt het hier? Een troep rond die tafel langs de rand. In leven, ja. Nog allemaal een beetje weg. Zo. Dit gaat weg. Bravo. Wij gaan vrolijk verder. Ja, ja. Wij gaan vrolijk verder. En wij gaan verder met... opera en operette musicals. Oh, sterren, ja. Die ik u noem. Caroline Kaart. Willy Caron en Marie-Cécile Moerdijk. Dankjewel. Ga zitten, Willy. Ken je Carolien? Wij gaan door met... Mag ik jullie zeer begroeten op deze nacht. Al wat verder in de nacht, daar komt een glaas champagne. Het andere wordt weer weggenomen. De politici hebben hun glaasje laten staan. Zou ik aan jullie ook mogen vragen of jullie een wens hebben? Aan Carolien als eerste? Een wens, ja. Ik neem aan dat iedereen denkt natuurlijk aan vrede op aarde. Dergelijke dingen die niet blijkbaar in al die duizend jaar te verwezenlijken is. Ik zou willen zeggen aan mensen...
Het is natuurlijk zo dat heel veel mensen in het volgend jaar erg veel verdriet zullen hebben. En erg veel geluk zullen hebben. Ik wil zeggen, ik hoop dat veel mensen die toch door een hel zullen gaan, zullen weten dat er toch uit ieder dal een weg te vinden is. Dat je toch uit kunt komen. Ik mag het toch van mezelf zeggen. Is zo. Kom eruit. En als ik... Mag ik even doorgaan? Want ik wil dan zeggen, de dierbaren die om me heen zijn, wil ik behouden. Zo lang mogelijk. Eigenlijk levenslang. Alle mensen die ik lief heb. En ik wil zeggen, omdat ik Schots ben, en we hebben een heel oud liedje, die is wereldberoemd. Dus zing ik het voor uw oude kennissen. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot for the days of old time? Wat mooi. Wat doet mijn muzikale hart dat weer goed. Dat is uitstekend. Dankjewel, Carolien. Heel goed. Marie-Cécile, misschien ook wel zo. Wil je ook een liedje van mij? Ja, een liedje van jou. Waarom niet? Liedje van mij. Ik zie Willy al behoeden. Willy denkt al, wat ga ik zingen? Nou, ik vind dat jonge mensen zo vreselijk overtuigd zijn van het feit dat ze geen tijd meer zullen hebben om lang te leven. Alle jonge mensen. En tijd is vreselijk belangrijk. Ik heb een dochter van 19 jaar, dus ik gun haar heel veel gelukkige tijd. En ook een liedje dan, hè. De tijd die scheidt niet uit met lopen, de tijd loopt op een paardendraf. Niemand kan de tijd ooit kopen, ook als hij er goud voor gaf. De tijd is hier en de wens is daar. Ik wens u een gelukkig jaar. Niet alleen voor deze tijd, maar voor gans de eeuwigheid. Wat een originele mensen. Ik heb een hele originele tegenover, hoor. Ja, ze komen bij niet weg. Ja, zeker, waarom niet? Ja, ik heb alleen een wens dat mijn familie gezond blijft. 82, allemaal vrienden en kennissen. Nou, allemaal zijn mijn familie, Jos. Nou. En één ding wil ik graag zeggen tegen alle mensen op de wereld, niet alleen in Nederland. Dat ze alle dingen, alle mooie dingen eens moeten bekijken. Er zijn mooie en slechte dingen in de wereld. Maar de slechte worden altijd besproken en de mooie nooit. En ik vind dat er zijn veel meer mooie dingen in de wereld dan slechte dingen. Dat vind ik heel erg goed. En dan wil ik een liedje zingen. Happy birthday to you. Dat is een nieuw jaar. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Oh, Willem, met prachtige tweede stem erbij. Ja. We zouden bijna vergeten dat het om Babylonie gaat. Jongens, de onderwerpen. Vooruit, kom op, Monique. Ja. Oh, mensen moeten papieren. Want jullie zingen schitterend, maar jullie moeten onderwerpen gaan raden. Ja, kunnen we een beetje naar voren? Ja, werkt. Ja, begin je nu al te drukken. Ja, nee. Even zitten. Nee, is er iemand misschien van een eitje mee vergeten mee te nemen? Nee, dat is van een leg batterijtje. Dat is mevrouw Van Dijk. Mevrouw Van Dijk ligt. Ja. Ik heb nog even tijd. Wie mag het woord geven? Mij hoor. Ja, Willem, daar komt ie. Let op, jongen. Ja, want dat is een onderwerp dat net als ik graag op de koffie komt. En ja, en als hij verdwijnt, dan kom ik aan. En ja. Maar inderdaad, toch zoveel oliebollen achter de kiezen. Het loopt al na één, dat is toch terug. Hij zorgt ervoor eigenlijk dat wij hele dikke vrienden worden. Dat is echt waar. Als mijn onderwerp te veel in beweging is,
Caroline? Ja, zeker Wil. Weet je wat hij dan wordt? Wilmo. Stijf. Ja. Ja. Nou, ik zet er voorlopig even een punt achter. Ja. Oh. Ja, ja. Wat zielig, Willem. Ja. Zielig eigenlijk. Ja. Zielig. Nou, dat was de eerste. Ja, mag je nog niet zeggen, hè? Nee, hou je koers. Hoe dat heet. Bloes eerst. Hoe het heet. Bloes. Yes. Mijn onderwerp kent zijns gelijke wel. Wat? Schrijden. Zijns gelijke kent mijn onderwerp wel. Als mijn onderwerp al niet gevallen is, dan hangt die. Dat moeilijk Nederlands altijd van jou, hè? Ja, maar ik herinner me mijn toch onderwerp kan wel eens net te veel zijn. En verder gaat mijn onderwerp gemakkelijk op in de massa. Ja, ja. Dat is spiekeren op dit uur. Jos, heb je weer een bolletje achter te kiezen? Ja, want ik moet een beetje aankomen. Let op je lijn. Nee, hier, Jos. Ja, maar ik heb er pas twee oliebollen op. Nou, het is niet waar. Het is niet waar. En deze is van die mevrouw daar, weet u wel. Wij mogen niet. Wij mogen niet in de voorstelling niets. Mijn onderwerp heeft ontzettend veel met Caroline te maken. Dat is juist zo leuk. En niet vanwege wat u denkt. Het slanke lijn. Maar omdat mijn onderwerp zo graag ontzettend lekker lang blijft liggen. Nee. Mijn onderwerp bruist van vitaliteit. Is een vijfnummer. En dat heeft dan weer niks met jullie te maken en ijskouwen. Je moet op je woorden passen. Dat was hem, Jos. Ja. Het zijn mooie omschrijvingen. Ik zie jullie piekeren, maar je moet er toch in gaan met een gokje. Marie-Cécile, zoek het maar uit. De mazzel, dank je. Ja, is de gokje. Ik kan nooit, omdat het ijskou is, kan nooit het achtereind van Jos de tong zijn natuurlijk. Hè? Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Dat heeft er wel mee te maken soms. Ja? Wil? Dat was gewoon een gokje. Is dat, mag ik voor Wim en voor Willem? Ja, voor Willem. Willy. Slagroom. Kom je daar nou bij? Ja! Ik dacht meer aan Irish Coffee, maar ik ben een slechterik. Ik denk het meteen aan drank. Irish Coffee. Nee. Uitstekend geraden, Wil. Prima. Caroline. Nee, ik had dat ook. Nou weet ik nergens meer. Even een andere nog. Irish Coffee dacht ik. Even een andere nog. Even. Nee, dat is te moeilijk. Gokje. IJskou blijft er liggen. Een probeer prachtige eens, taart. Een ijstaart. Probeer jij mijn onderwerp eens te raaien? Oh Caroline? Nee, schat, dat kan ik nooit. Daar ga je. Ja, daar gaan we, hè. Champagne, de kant. Ja! Champagne. Ja, die oude Schotse zangeressen, die draaien alles meteen. Ik zei die Schotse zangeressen. Die raaien kouwen, had ik erop dat het zo koud was. Raaien alles meteen. We hebben nog één onderwerp, jongens. Na mijn verjaardag mag niemand het meer zeggen. Nee. Zie je, let op. Ik heb nu een tenor die van me opkomt. Zie je, ik vind het letterlijk heel goed wat jullie hebben gedaan. Dat is kap tegen mij, ik heb nou een tenor. Jongens, mag nog even doorgaan met jullie? Willy, wil jij nog wat vragen stellen? Want er is nog één onderwerp niet geraden. Ja, dat is zo. Ik heb niet precies op Loes gelet met wat ze gezegd heeft, jammer. Ja, dan kan je het nog. Ik zit hier te raaien. Dan kan je toch nog vragen stellen? Vraag maar. Ja, maar waarover? Hoe gaat het nu? Loes, dat is een verstomping. Ik vind wel dat die mager geworden is, hè, Loes? Mijn onderwerp is de enige overeenkomst tussen bloed, zweet en tranen. Dan mag je er even over nadenken. Ja. Caroline? Nee, ik heb geen enkel idee. Ik ben nu totaal leeg. Geen idee. Ik druk wel. Me doe je dat? Wat denk, nee, dat hoeft niet. Ik als druk je denkt dat je zweet. Je mag gewoon drukken. Maar kan je niet een paar vraagjes stellen dan? Aan Loes. Ja. Ja, gevallen is niet te veel zijn, gevallen gemakkelijk. Dat heb ik opgeschreven. Nou, ja. Je wat? Wat? Ik heb opgeschreven. Loes, gevallen is. Ja. Net te veel is en gevallen is gemakkelijk. Nou. Maar daar zou ik ook geen touw aan vast kunnen komen. Dat is natuurlijk weinig chocola van te maken. Oh. Drie Cécile niks. Gevallen is gelijk wel, maar ja, altijd.
Ja, ik dacht al plankenkoorts, maar ik had hem er niet gedrukt. Nou, nee, geef niet hoor, dan hoef je het niet druk. Niet... Maar, wil je nog een paar vragen stellen? Denk je dat je een beetje in de richting kan komen of niet? Het gaat op in de massa. Zal ik een voorwerpje erbij vragen? Ja? Misschien wordt het wat duidelijker. Monique, is mogelijk om een voorwerpje? Eventjes voor... Kijk, kom maar. Ik weet het, is het... Eén van mijn onderwerpen kan al te veel zijn. Ah, mag ik even drukken dan? Ja. Ik druk, maar ik vind het toch leuk te drukken. Ja. Een druppel water dan? Ja, druppel. Ja, een druppel die andere wil lopen. Ja. Nou vraag ik me alleen af waarom Jos al die attributen heeft gekregen. Omdat het leuk is. Ja, ben ik geraaien? Oh, ja. Ben ik geraaien? Ik heb al lang geraaien. Al lang? Heb jij mij geraaien? Ja. Geroeien? Reuze bedankt. Voor het is mijn type, Limburg. Kan u zijn ziel. En u. Ja. Neem lekker een champagne mee. Zo brengt dat in. Ja. Nou, lief tot vanavond. Het wordt een fantastische troep hier op die tafel. Dus dit weer een stukje oliebol, een emmer en poep. Nou. Willem, je mag het volgende onderwerp zodanig zo meteen te horen brengen. In deze, met dit onderwerp. Wij gaan verder, dames en heren, met de tv-presentatoren. Als het daar zijn, Ad Visser, Hans van der Tocht en Jack van der Voorn. Hallo, Jack. Nou, je ziet, het is een gezellig tafeltje, nietwaar? Wie mag ik als eerste even het woord geven om een nieuwjaarswens uit te spreken? Terwijl de champagne hier weer neergezet wordt. Ad, wil je zo goed zijn? Ja, ik hoop werkelijk dat het... Moet je misschien kijken, wat zit je nou te lachen? Ik hoop dat het komende jaar een jaar zal zijn waarbij de Babylonische spraakverwarringen in de wereld beperkt mogen blijven tot dit programma. En waarin iedereen elkaar een beetje beter leert begrijpen van noord tot zuid, van oost tot west, of dat nou thuis of in de wereld is. Het is heel frappant wat jij dus nu net zegt, want ik heb vreselijk op zitten letten wat alle mensen hier vannacht hebben gezegd voor wensen. En ik zat een beetje in jouw richting, had ik iets verzonnen. Ja, eigenlijk wel, maar hij is toch iets anders, want ik hoop in de eerste plaats natuurlijk dat alle mensen weer, ook in 1982, net zo zullen genieten van alle uitstekende AVRO-programma's, zowel op radio als op televisie, want het is voor heel veel mensen erg belangrijk. Maar daarnaast hoop ik, en dat hoop ik toch een beetje in jouw straatje, dat er nu eindelijk eens een vredesbespreking komt die niet zal vastlopen in Babylonische spraakverwarringen. Ja, die vond ik zo mooi van mezelf, maar ja, jij bijvoorbeeld. Ja, laten we dan. We kunnen het heel goed gebruiken. Het is misschien een ongebruikelijke wens, maar ik zou hem een beetje betrekking willen laten hebben op sport. Ik zou graag willen dat we in 1982, nu na 19 jaar, eindelijk eens een keer een Elfstedentocht hebben. Hoe kom je op dit vreemde idee, zou je zeggen? Het moet er natuurlijk eerst wat minder voor dooien, wat meer voor vriezen. Maar vorige week was ik in Korte Hoef en toen heb ik die marathonschaatsers aan het werk gezien. En dat vond ik zo fascinerend en ik vond het zo'n sterk veld. En ik zou die gasten graag eens een keer aan het werk willen zien op die 200 kilometer in Friesland. Laat het hopen. Het zou leuk zijn. Ja. Goed heren. Bedankt voor jullie wensen en jullie verlangens ook. Monique, daar komt ze weer. Ze blijft maar lopen, Monique. Ja. Ja, Monique. Dit wordt een hele lange. Ja. Ja. Huh? Ja, waarschijnlijk een hele lange. Ja, zeker is nog goed. Ja, ongetwijfeld. Jack, ja? Ja, Jack is zeer goed. Die sterke kracht hier aan de tafel. Ja, heel goed. Jack is voortreffelijk. Dus moeilijk maken. Fysiek zeker. Ja? Ja. Wie mag het woord geven? Ja, Loes? Ja. Je kijkt erop van je papier. Mijn onderwerp is dol op rauwkost. Het is een onderwerp dat wat donker de wereld in kijkt. En toch is mijn onderwerp zeer bescheiden, want hij wordt namelijk niet graag in het zonnetje gezet. Zij zijn goed, hè? Dan laat ik het hierbij. Laat ik het gewoon hierbij. Ja, het gaf toch al een paar indicaties. Ja, dat is wel mooi.
Jij zit toch met de bollen? Ja, hij zit toch met de... Nou, Jos, vooruit. Met de bollen. En mijn onderwerp heeft juist met ballen te maken. Dat wil zeggen... ik denk dat jullie hier dus de ballen van snappen. Je moet er even voor gaan staan, hè, mijn onderwerp. Ja, ja. Ja. Het is dolfijn als het lekker aantikt. Mm. Het is heel laat, maar het is heel aardig bedacht, toch? Ja, goed, heel goed. Ja. Dat was het, denk ik, nou, jongen. Al die champagne. Ja, dat was het. Jongens, ja. Ja. Nog niks zeggen, hè? Daar aantekeningen maken? Ja, daar komt Willem. Ja, Willem. Nou, ja. Het nieuwe jaar is alweer meer dan een uur oud, maar ik weet zeker dat dit niet direct een onderwerp voor Jos is, wat ik heb. Het is... Nee, dat heeft niks ermee te maken dat dit een zaak van vertrouwen is of zo. Maar het is zo'n feestelijk onderwerp, hè. En de enige vergelijking met het begin van het prille 1982 is dat het... Ja, je zou kunnen zeggen, een goed begin is het halve werk, hè. En daarom worden er bij mijn onderwerp heel wat... bloemetjes buiten gezet en binnen ook trouwens. En het aardige van mijn onderwerp is nu, dat schiet mij te binnen, is dat het op gezette tijden wordt herhaald. Nou, dat was het dan wel. Vond het heel moeilijk. Moeilijk, hè? Ik ook. Zeer moeilijk, ja. Maar toch een gok. Gok, hè? Daar gaat hij. Eerst aan Jack. Willem, feestelijk, een goed begin van het nieuwe jaar. En je denkt dat het herhaald zou kunnen worden... Heeft het iets te maken met de toestand waarin je, laten we zeggen, om 1:30 zou kunnen verkeren? Nee, eerder met een toestand waarin je elke avond zou kunnen verkeren. Maar dat is wat cryptisch. Hans? Ja, nou ben ik het. Jos is bij jou gehakt. Als een gok, hè? Nee. Vanwege die ballen, gokje. Hè? Gokje is hier goed. Nee. Willem, zou het iets met het huwelijk te maken kunnen hebben? Wou jij dat nog iets preciseren of niet? Hoewel jij eerder deze avond, of althans gisteravond was het dus alweer, we zijn de mijlpaal gepasseerd in een jeep over de kop ben geslagen, kan ik jou toch naar alle eerlijkheid melden dat het niet iets met het huwelijk te maken heeft, maar alles. Dat was dan dat. Ja, dat is belangrijk. Dus denken we even na en Hans mag vragen stellen. Trouw. Alles met het huwelijk te maken, trouw. Komt dat ook in die richting of niet? Ja, maar... Feestelijk beginnen, trouw. Ik wil het... Ja, liefde. Het applaus zegt al zoveel, maar ik wil het exacte woord. Liefde, ja. Trouw, liefde, trouw, zo. Vraag maar even door. Goed begin, ja. Het is helemaal niet voor Jos geschikt, hè? Zei je. Nou, zo sterk heb ik het ook niet weer willen uitdrukken. Bruiloft. Ja? Bruiloft. Is dat hem? Ja, dat is hem. Heel goed, hè? Dankjewel. Maar nog wel mijn tijd is om nu, hè? Je tijd is ook om. Paard is prachtig, geraden. Ja, Alt. Zeer goed resultaat. Dank je door. Ik kom toch maar op die ballen van Jos af. Tenminste, je moest ervoor gaan staan, wacht nou even. Wat zitten jullie nou te lachen? Ja, ik weet niet waar het over gaat. Ik moet die champagne toch wegzetten. Lijkt me verstandig. Ja, nee, ik dacht aan het volgende. Hij zei dolfijn en zei dat los, maar misschien is dat wel één woord, dus een dolfijn. Heeft het iets met een dolfinarium te maken? Iets met een... Nou, ze begon al een beetje te klappen, weet je wel. Circusachtig. Nee hoor, helemaal niks. Geen bal. Geen bal? Nee. Het ging zo'n aardige kant op. Ja. Wacht nog eventjes. Jack. We zingen het straks. Loes. Hij vindt het niet fijn als je hem optilt. Een paar kernachtige woorden, rauwkost. Ja. Niet in het zonnetje zetten of eigenlijk een beetje uit het zonnetje houden. Ja. Is het een beest? Nee, het staat maar nooit in de weg. Het staat nooit in de weg. Het is geen beest. Is het een toestand? Is het een ding? Het is eigenlijk ook wel een toestand en het is ook een ding. Toen zat het ik duidelijk betrekking op de winter. Is het een zonnewijzer? Jezus, sneeuwpop. Ja! Sneeuwpop. Ja. Dat was uitstekend. Nog eentje, hè? Vragen zijn geweest. Eén voorwerpje, Monique.
Heb je er nog bij de hand? Ja, moet er eentje hebben. Kijk, voor jou. Ja, de ballen mee, hoor. Wat vind je nou dat van? Dankjewel. We kunnen dat gaan zingen. Daar. Jos zegt er nog eens even wat van. Misschien komen ze er nog uit. Maar twee van de drie is ook al mooi. Niks wat kan het nee, ik krijg dit van Monique in mijn handen gedrukt. Nou, dat is dus duidelijk een spaarvarken. Ja. En de overeenkomst met mijn onderwerp, daar heb ik geen idee van. Dat is dan leuk maar, voor ons. Ja, je kan er ook wat in die gleuf gooien. En dat moet ook wel, want anders dan heb je het niet in je vingers. Geld? Ja, het heeft met geld te maken. Alles mee te maken. Maar jongens, ik denk niet dat jullie eruit komen. Maar zeg wat het is. Een flipperkast. Een flipperkast. Dat was zo aardig waar jij naartoe ging. Ik zei, je gaat de dolfijn. De dolfijn. Leuk, jij moet... Mag ik nooit even een poging doen om het woord van Willem te raden? Had ik al gedaan. Dat is geraden. Ik wou... Ik probeer het. Probeer het. Nou, doe ik het. Jongens, mag ik jullie reuze bedanken. Idee? Oké. Neem je glaasje lekker mee. Bedankt voor het komen hier. Heel goed jaar voor jullie. Tot ziens. Nieuwe Dank je. Ik wou graag... Doorgaan, dames en heren, met nog eens een keer een afdeling lichte muziek, want daar hebben we toch zoveel coryfeeën in. Bijvoorbeeld Anita Meijer, Lee Towers en Siska Peters. Hallo. Hallo. Hier op midden. Zijn jullie binnen, Tamar? Daar zit al elkaar. Ga maar zitten, jongens. Hallo. Zo. Met alle drukke werk wat jullie hebben en nou vannacht toch eventjes in ons midden. En dat doet ons deugd, dat vinden we leuk. En misschien ook nog een wensje te vertellen, Anita. Ja, ik heb al zoveel mooie dingen voorbij horen komen. Ik heb moeilijk horen... wordt het dan, hè? Ik heb al mensen horen zingen en zo. Ja. Maar ik hou het kort. Ik zeg, ik val ook wel eens in herhalingen. De laatste keer doe ik nu weer. Maar jongens, allemaal een te gek 1982. Dat was die. Heel goed. En Siska? Begin bij de dames. Dank je. Nou, het is 1982 en alweer een jaartje ouder. En dan kijken menige dames kijken dan in de spiegel en zien er weer een rimpeltje bij. Nou, er is geen ontkomen aan natuurlijk. En ik hoop dat, mochten ze in dit jaar een extra rimpeltje zien, dan hoop ik dat het mede dankzij dit programma een lachrimpeltje wordt. Heel goed. Ja. 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 Twee lachrimpeltjes, die kunnen we best gebruiken. Lee? Ja, jongens, iedereen is zo ontzettend origineel geweest vanavond. Ik wou het maar gewoon heel simpel houden. Gewoon iedereen veel gezondheid, heel veel geluk en veel liefde toe te wensen van 1982. Dankjewel. Lee. Heel goed. Monique staat alweer klaar, want wij gaan ons spel spelen. Jullie hebben wat om te schrijven, want dat moet ik altijd even vragen. Want anders zie je ineens midden in het spel, zit je daarmee onthand. Ja, anders pak je hier maar weer even wat van af. Geef het maar even door. Ik hoop dat die nog... Jij hebt Anita? Ja, goed zo. Ik heb een papiertje. De ja. Onderwerpen liggen alweer klaar bij onze mensen hier. En in dit geval ja, is het altijd weer moeilijk. Wie zou als eerste wat willen zeggen? Goed, dag. Wow. Ja, oh, wow. Ik dacht dat het iemand zelf was die ik hoorde. Ja, meneer, u doet het voortreffelijk. Maar het pak is toch wat nat. Maar dat geeft niks. Ja, het is hier een rommeltje. Jos, hou jij dat willen ja, zal ik beginnen. In die tussentijd, die champagne die komt. Box me er doorheen, jongens. Nou ja, let op. Moet ik even wachten tot het in beeld is, hè, dingetje. Ja, is het al in beeld? Ja, het is al in beeld. Mijn onderwerp is een panel. Kandidaten, dank u wel. Ja. Het zal best lukken. Maar ik krijg zo'n dikke klokbuik van. Ik word er gek van die champagne. Vlucht dan maar. Het is mijn onderwerp. Ja, ik ben al in beeld. Mijn onderwerp is een drukbaasje dat zijn handen vol heeft. Het is een man van het midden, maar hij kan toch soms heel behoorlijk links uit de hoek komen. En na zijn werk is hij vaak volledig uitgeteld. Dankjewel. Dankjewel, Jos. Prima. Loes? Een onderwerp dat nogal doorzichtig is. Ik hoop dat je je niet te snel laat vangen door dit onderwerp, dat je er doorheen kijkt. Het gevaar zit meestal in een klein hoekje. En daar bleef het bij, Helo? Ja. En Willem? Ja, ik wou nog even iets zeggen. Aan het begin van dit programma werden wij als panel gevraagd iedere nieuwjaarswens te uiten. En het moest een
persoonlijke wens zijn, want er werden al zoveel mooie dingen in het algemeen gezegd tot het Nederlandse volk. En toen heb ik er maar een grapje gemaakt over mijn biljartmoyenne. Als ik nou Lee Towers daar zie zitten, Leenhuizen, dan denk ik aan een van de mooiste songs, Pim, en dat weet jij, Here's That Rainy Day. En dan zou ik eigenlijk liever dat willen zeggen. Mogen daar voor iedereen in Nederland en daarbuiten in 1982 zo min mogelijk rainy days zijn, in de overdrachtelijke zin. Dat zou ik dan eigenlijk willen zeggen. Ja? En heel goed, Willem. En wat mijn... Best even tussendoor. Onderwerp betreft, dat is een beetje een opgeblazen onderwerp, en daar moet je je niks van aantrekken. Nee, dat is een onderwerp dat zich graag laat horen. Waar de fiscus weinig aan heeft. Kan dat diepen? Ja. Want, per slotverrekening, hè, van mijn onderwerp. En, ja. En, mijn onderwerp hoeft zich nooit te scheren. Zo. Daar laat ik het bij. Ja, dat is heel goed. Daar komen de gokjes weer. En Siska wil ik het als eerste vragen. Doe maar wat hoor, Siska, vraag maar. Loes. Ja. Doorzichtig, gevaar zit in een klein hoekje. Heeft het iets met een glas te maken, met drank? Nee. Dat is ook gevaarlijk hoor, dat zie ik niet. Maar dat is het niet. En Lee? Ja, ik dacht, Loes, het gevaar zit in een klein hoekje. Dan denk ik aan een honkbalnet of zo. Dat zit ook in een klein hoekje opgesteld. Nee, maar je, nee. Nou, je krijgt toch een applausje. En dat is om een bepaald onderdeel van het woord wat je net zei. Voor de rest denk je maar na. Anita? Even denken hoor. Willem, is het een artiest? Met een baard? Een wat? Een artiest met een... dik artiest met een baard? Een dik artiest met een baard? Ja, ik denk opgeblazen, hè? Demis, je kan het horen. Demis Roussos of zoiets. Alleen met het fiscus loopt het niet, want de fiscus heeft niet veel. Nee, ik ken eigenlijk, en gode zij dank, geen artiest die ik hiermee zou willen vergelijken. Nee. Allee, dat was een gokjesronde. Nou, Lee, jij mag wat vragen stellen. En als jullie dames een van de anderen het weten, dan druk je even op de knop. Hij heeft zijn handen vol. Oh, dat was bij mij hoor, Lee. Ja. Ja. Oh ja, maar goed. Jos bedoel ik dus. Ja, Lee. Heb ze handen vol? Zijn dat grote handen of niet? Uit grote handen, ja, vaak extra grote handen. Ga maar even door met vragen. Vraag maar even door. Loes? Nee. Ja. Oh, sorry. Hij nog eens. Ja, dat kunnen hele vaak grote handen zijn. Is het een bokser? Ja, ja. Hoppakee. Dat is zo goed. Dan is het even stil en dan denk je, waar zou die nou aan denken? Waar zou je denken? En dat was niet er. Heel ja, goed. Ja, maar dat nou, komt misschien nee, dat is op. Prima, dat was een bokser. Ik ga verder met Anita met de vragen stellen. Loes, het is doorzichtig. Heeft het iets met je ogen te maken? Nee. Oh. Hij heeft nou net zo opgehoopt, hè. iets met een net. Ja. Ik dacht eerst netvlies of zo. Dus met een sport? Nee. Nee? Net en geen sport. De figuur die het doet, dus daarvoor is het wel een sport. Ik begin al dubbel te praten, zeg, dit is niet te goed. Het zullen wel weer zijn, Loes. Mensen horen ook dubbel op het ogenblik. Ja, dat is niet zo erg allemaal. Ga maar door, Anita. Het is Willem, het is een persoon, toch? Nee, schat. Het is geen persoon. Oh. Nee. Ja, dat had ik in mijn kopje zitten natuurlijk. Nee. De fiscus heeft er niet veel aan. Nee, weinig. Oh, wat moeilijk. Blijf maar even denken. Geef niks. Siska? Ja, ik dacht even bij Loes aan netkousen of zoiets. Nee. Doorzichtige, vaak klein hoekje. Ja, je zit er zo heel dicht bij. Het is allemaal... Je krijgt er gemakkelijk mot mee. Je krijgt er gemakkelijk mot mee. Een vangnet. Ja, in de richting komt dat. Het is ook een muggenzifter. Ja, ja. Een vangnet. Oh. Ja, als je denkt dat je weet, dan druk je maar. Koffiefilter? Jali? Nee. Is het een
Noem eens een ding waar je muggen mee doodslaat. Nee, geen vliegenmuggen. Nee, vliegenmuggen. Geen vliegenmuggen. Nee. Muggen vinden er wel regelmatig de dood mee. Door. Jongens. Mijn onderwerp is een eigen lijfblad. Kom maar met de voorwerpen. Misschien helpt dat. Kom eens met de voorwerpen. Laat eens even zien. Ah, daar heb ik het niet. Jee. Ja, zie je. Ja, kijk, daar komt hij aan. Dat wisten jullie al eigenlijk, hè? Ja. Ja. Maar vertel nog iets. Hoekje. Vertel nog meestal iets. Meestal donker hoekje. In de herfst zie je er een veel spinnenweb. Kan. Ja! Ja. Ja. En Willem? Willem? Terwijl ik dit voorwerp niet graag meer in mijn huis zou aantreffen, is ook mijn onderwerp daar uitermate bang voor. Ja, Lee? Is het soms een babysit? Mijn onderwerp is even bang voor deze vogel als ik zelf. En de fiscus heeft er weinig aan. Zij hoeft zich niet te scheren. Oh ja. Hij hoeft zich niet te scheren. Een baby? De kikker. Ja! 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 Olie, dat was fantastisch. Ja, heel rustig zitten denken en denken. Kijken waar ze het allemaal over hebben, komt ie. En dan gaat de dronken ooievaar. Dat was heel goed. Ik vond het uitstekend. Ik vond het erg leuk dat jullie er waren. Ik wens jullie heel veel succes in jullie carrière, hè, het komend jaar. En bedankt. Dankjewel. Dag Anita. Dag Siska. Dag Leek. Die kant op gaan. Waar gaan wij weer eens mee verder, dames en heren? U bent er toch nog allemaal lekker, ook met een glaasje. En u ziet het een grote rotzootje hier op de tafel, maar we gaan stug door. En u ziet, de vragen worden er echt niet makkelijker op. Wij krijgen weer een paar wensen, en ditmaal uit de sport. En dat zal u zeker veel genoegen doen om te ontmoeten Gerry Kneteman, Olga Commandeur en Hans van Breukelen, de doelman van FC Utrecht. Hallo. 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 Dame in het midden, wacht even, hè. Ja, anders kunnen we hierbij. Hallo. Olga was vorige keer ook zo goed, ja. Olga was de vorige keer ook zo goed. Nou. En Ger was ook niet mis. En Hans is leuk om er vannacht weer even bij te hebben. Glaas champagne, Hans? Nee hoor, jong. Dat zegt helemaal niks. Deze dames zijn al een keer geweest. Ja, wat dat zeg ik. We hebben zoveel verrassingen wat dat betreft in dit spel. Ja hoor. Zou jullie ook nog een wensje willen uitspreken? Want er zijn er al veel voor jullie geweest, dus het wordt hoe langer hoe moeilijker voor jullie, maar... Pimmy. Zeg maar. Ja, mag ik beginnen? Ja hoor. Doe maar. Nou, ik heb al zo ontzettend veel leuke en lieve wensen gehoord. En ja, mijn wens is eigenlijk dat in 1982 al die wensen ook nog eens een keertje uitkomen. Ah. Heel goed. Ja. Hè? Ja, dat is een goeie. Persoonlijk, hè? Ja. Als je een keer in de problemen zit, of weet ik veel wat, ik hoop dat we het met z'n allen een keer niet opgeven dit jaar. Dat, zeker, ben ik helemaal mee eens. Ja, goed. Wel, ja. Wat is dat? En dat niet opgeven, Hans? Zeg het maar. Oh, mag ik... Ja, mag ook een wens doen. Nou, het is inderdaad zo dat er al 35 mensen, geloof ik, zo langzamerhand voor ons geweest zijn. Ik heb allereerst voor iedereen persoonlijk een nieuwjaarswens. Dat is gewoon een stukje geborgenheid, een stukje liefde en vooral een stukje begrip voor elkaar. Ik denk dat we dat erg hard nodig zullen hebben. Goed, joh. MG. Nou, ik maak het heel kort. Ik wens iedereen gewoon een gelukkig nieuwjaar. En twee personen in het bijzonder wens ik een heel vredig nieuwjaar. En dat is president Reagan en president Brezhnev. Want als die het vredig houden, dan houden wij het ook lekker vredig. Uitstekend. En zo komen er steeds weer zeer originele wensen over de tafel. Heel goed. Monique, ben je er nog? Ja hoor, daar komen ze weer. De onderwerpen zijn onuitputtelijk, dames en heren. Vannacht. Daar komen er weer een paar. Nou jongens, jullie weten hoe het gaat. Ach Willem. Staat dat ding daar nog steeds? Hij staat er. Ja. Hij doet het zo rustig aan. Je hoeft je geen zorgen te maken. Jo. Wie wilde wat zeggen? Goed. Nou, nee, maar ik heb een onderwerp dat is wel zo waardeloos, hè? Gunt je het licht in de ogen niet, mijn onderwerp. Houd alle mensen eronder. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Je vindt er meerdere aan de Noord-Hollandse kust. En daarboven wordt het wat moeilijker. Nou, dat is een best die laatste. Nou, dat vind ik een hele moeilijk, hoor. Ja. Kom er maar eens achter. Het
gaat mezelf ook een beetje boven mijn verstand eigenlijk. Zo, dat was wel genoeg, Willem. Ik begrijp hem maar nog net. Ja, Jos? Ga je gang. Nou, jongens, mijn onderwerp. Mijn onderwerp moet je eerst een standje geven voor je aan het werk wil gaan. Ja, toch? Knap hoor. En ik moet je zeggen dat ik wel leukere programma's weet dan die. Maar aan de andere kant, hij stopt ermee als hij er schoon genoeg van heeft. Ik denk dat je het daarbij laat, Jos. Ja, ik zeg verder niks. Nee, mijn onderwerp kan verder de kleren krijgen. Nou, dit even terzijde. Het gokrondetje. Nee, ja, moeder moet nog. Jeroen Sjaas, sorry. Ja, ja. Jeetje. Het is altijd van die mooie. Ja. En Pim, het is nog wel zo'n schitterend onderwerp. Ja, Loes. Hoewel het nogal opvliegend is. Het is een onderwerp dat zich graag laat bewonderen. Niet zo slecht. Jawel hoor. Het wordt dan ook door oud en jong graag gezien. Ja. Kijk, dat mag er ook best eens in hoor, Loes. Huh? Ja, heel goed. Ik kan hier helemaal niet tegen. Dat merken jullie niet, hè? Nou, bijna niet, hoor. Maar jij zit klaar voor zijn eerste gok. Doe maar. Wat denk je, joh? Willempie. Is het misschien toupet of zo? Want jij zegt, het houdt iedereen eronder. Nee, beste vriend, het lijkt er zelfs niet op. Het is zelfs twee keer zoveel als wat er op mijn kaart staat. Oh. Maar het was een mooie gok, toch, vond ik. Hè? Het was een mooie gok. Ja. Jawel. Ja, Olga? Een mooie gok. Nou, Loes. Jij weet het altijd wat nou, ik zeg. Nou, ik weet het niet. Vuurpijl? Dat is het zo, hè? Ik weet het niet. Ja, ik wel. Als het nou meerdere zijn, ik wil gewoon het exacte woord even weten. Maar het is geen muggenzifterij hoor, het totaal van welvaart. Vuurwerk? Ja, vuurwerk. Ja. Ja. Kijk. Ja, vorige keer ook al. En Hans? Nou, ik ga een beetje door op kneed, mag dat eigenlijk? Of, ja, maar eerst gewoon een gokje waar, hè? Ja, nou, precies. Ik gok het op een pruik bij Willem. Op een? Pruik. Nee, dat is pet. Nee, dat is pet. Dat kan Olga? Jij mag vragen stellen. Ik mag vragen stellen. Vragen stellen, ja. Jos, is het iets voor in de huishouding? Ja. Zij weet het altijd hoor. Ja, het is iets voor in de huishouding. Ja, het is iets met schoonhouden of zo. Ja. Doe maar niet zo. Houd schoon? Ja. Ja, geen stofzuiger. Nee. Het is geen stofzuiger, nee ook niet. Oh, ja. Ga maar door, Olga. Dat had ik ook. Ja, ik had het namelijk ook stofzuiger. Met een stofdoek? Nee. Het heeft met stoffen te maken, maar niet met doek. Is het een afwasmachine? Nee. Oh, ik wacht. Het is de eerste uur van het nieuwe jaar. Het is geen afwasmachine. Een gewone. Een gewone wasmachine. Wasmachine, ja. Dan maak ik drie vingers en dan weten drie supporters wat ik bedoel. Dan heb ik namelijk drie dingetjes gewonnen. Dus dat zou ik even doen. Je werkt toch niet voor AZ? Nee, bijna. Heeft het misschien met drank te maken of zo? Nou ja, Kreet, dat heb ik jou net al verteld. Ja, dat is het ook zo graag. Ga gewoon lekker door. Maar het is geraden. Ja, ja, was, ja, prima. Pas me hier, heel goed. Dus wij moeten er nog één oplossen. Ja. Jij moet er één oplossen. Dat is moeilijk, hè? Wil jij nog een paar vragen stellen, Hans, of niet? Je bent eigenlijk al achter, hè? Willem, hè? Ik ben zo zwaar vanavond. Moeilijk. Alleen Willem nog geraden. Ja, het zit iets boven je pet natuurlijk. Ja. Het gaat boven je pet. Je verstand? Of het... Willem zegt niks meer. Ga jij nog eens even door? Probeer jij nog eens even. Boven verstand. Noord-Hollandse kust. Onder. Mensen eronder. Het is geen pruik, het is geen toupet. Ik heb gezegd. Is het een duim of zo? Of onder de duim of wat? Nee, we zijn niet bij het schaatsen. Nee. Ik heb gezegd, je vindt er meerdere aan de Noord-Hollandse kust. En daarboven wordt het moeilijker.
Ik hoor zo'n stilte. Het is niks dat jij geen donder van voetbal af weet, anders zou ik zeggen... Is het gewoon een pet? Ja, natuurlijk. Ja. Je zou er zo ver van weg gaan dwalen en dan ben ik altijd zo benauwd als jullie dat doen, weet je. En is het al een paar keer gezegd en dan denk ik, hoe komen ze nou ooit weer terug in het rechtersport? Uitstekend. Driemaal geraden. Een hele goede prestatie van deze sportieveling aan deze kant. Plaatje geef maar hier, Hans. Prima. En heel bedankt. Ik neem een oliebal mee. Heel goed. Dag Hans, ja die kant op. Ja. Prima jongen, maar hou het hier. Dankjewel. Dat was een uitstekend spel, hè? Dat deden ze heel goed, dames en heren. Ik denk dat u dat allemaal met me eens bent. Heel goed geraden en heel keen. We hebben nog een paar quizmasters voor u op dit late uur. We hebben Fred Oster, we hebben Theo Komen en we hebben Bob Bauma. Zo, heren. Kies het stoeltje met de confetti maar uit. Ga lekker zitten. Laat u zich een glaasje inschenken. Zo. En wees zo goed om ook nog een wens uit te spreken. Fred, zou je willen doen? Als ik het wel heb, Pim, ben ik nummer 47 in de rij. En niemand heeft geloof ik nog gezegd, gelukkig nieuwjaar heel gewoon. Dat uiteraard, daar beginnen we mee. Maar ik geloof dat het misschien het alleraardigste is voor alle kijkers, inclusief mezelf. En de mensen hier naast mij, dat ik een ieder net zo'n goed jaar ga toewensen als Pim, Willem, Loes en Jos het afgelopen jaar hebben gehad. Ik ga het rijtje even af, Theo. Pim, ik ben heel ernstig voor mij doen op dit late uur, op dit vroege uur. Ik hoop dat wij gewoon... In de volgende jaren, respect voor elkaar kunnen opbrengen. Respect in die zin, ook al redeneert een ander anders, ook al is hij misschien wat rijker of wat armer, wat intelligenter, ook al doet hij anders dan wij allemaal zelf zouden willen doen, laten we in vredesnaam respect voor die ander opbrengen. Alleen, Jos, de Hollanders en Belgen kunnen elkaar volgend jaar opvreten. Wat zeg ik volgende week? Succes ermee! Ja, dankjewel. Ja, elk mens is een kleine wereld op zichzelf. En ik hou het ook maar in mijn kleine wereld. Ik heb 4 kinderen. Ik hoop dat mijn 4 kinderen een volgend jaar, dit jaar dus, een heel gelukkig jaar zullen hebben. Dan zit het ook wel goed bij mijn vrouw en mezelf. En verder hoop ik dat mijn oude moeder van 82 een gelukkig jaar zal hebben. En verder al mijn vriendinnen en vrienden in plaats van kaarten. Uitstekend. Mooie wensen. Jongens, ik kijk even of jullie het papieren allemaal hebben, want dat hoort er allemaal nog bij. Al zijn we nog zo laat, we gaan gewoon lekker dat spel weer goed spelen, die ronde. Monique, daar komt ze weer met haar onderwerpen. En ik zal eens kijken, Bob, jij was die vorige keer, weet ik nog wel. Dat was uitstekend. Ja, je moet dat... Daar komt hij weer. Hebben jullie wat gedronken? Ja, toch wel, hè? Proost. Ja, want... Ik kom er niet uit, hoor. Nee. Je bent al in geweest. Onze goede ober met de champagne zit ook vaak achter het toneel, dus het zal best in orde komen. Wie mag ik als eerste... Oh, van mij, we komen niet. Ja, gaat hij weer. Ja, Jos, daar komt hij. Dit is de laatste ronde, hè? Yes, ja. Nou, kijk, mijn onderwerp... Kijk, ik vertrouw jullie voor geen cent. En hoe zal ik dat nou eens zeggen? Nou, kijk, mijn onderwerp is... een ontzettende plakker, dat is omdat we in feestelijk bij elkaar zitten. Blijft lang plakken. Heeft daar, moet ik eerlijk toegeven, verschillende motieven voor. Het is een kereltje wat heel vaak aan de rol is. Iemand die desondanks liever niet de bloemetjes buiten maar binnen zet. Kan ik een streepje doorheen lopen? Is dat te makkelijk? Nee, hè? Is niet te makkelijk. Nee, dat is helemaal niet zo makkelijk. Vind ik niet, ik vind het zelf ook hartstikke kritisch. Willem zit met het vingertje opgestoken. Jawel, ga je gang. Ja, ik vind het een beetje betreurenswaardig dat Bob Bauma zijn kerstwens meent, of zijn nieuwjaarswens meent, te moeten uiten in plaats van kaarten. Dat is echt zo'n man die voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Maar goed,
Ik heb een onderwerp, lieve tegenstanders. Nou, dat is een onderwerp dat gaat door totdat er geen gat meer in zit. Werkt zich uit de naad. Beetje langdradig, goed, geef ik toe. En soms denk ik wel eens, je kan de kleren krijgen. Maar daarentegen, vroeger heeft dat onderwerp het zo moeilijk gehad. Er werd vaak getrapt, weet je wel. En ja, ze doet vooral in stuk goed. Zo. Ja. Ik zie dat Bob werkelijk een heel opstel aanmaken is. Ja. Maar zou hij een gokje willen doen? Ik ben journalist. Nee. Ach god, dat weet ik wel weer. Maar jij komt toch altijd zo vroeg. Jij krijgt van mij alle tijd toegemeten alweer tot 5 minuten doorgaan, Loes. Ga je gang. Ja, moet je luisteren. Ik hoef geen bal meer. Ik hoef geen bal meer. Jij bent altijd zo lekker vlug namelijk met die onderwerpen. Ja. En nou blijf je zo heel rustig op de achtergrond. Ga jij lekker neem je tijd in het begin van deze omschrijving. Daar komt ze. Mijn onderwerp kan je in ieder geval niet over het hoofd zien. Want het is een zeer actueel onderwerp dat ons alle bezighoudt. En dat nog veel beschreven zal worden. Het is een onderwerp dat al jarenlang een studieobject geweest is van politici en economen. Het is trouwens een onderwerp dat beslist geen lang leven beschoren is. Nou, dat was het dan. Bedankt, Loes. En sorry dat ik jou weer even oversloeg. Mijn onderwerp is nog bijna een blosje op zijn moeders wang. Een blosje op moeders wang? Op zijn moeders wang. Dan doe je dat toch mooi, hè? Lieve. Die hartstikke. Een blosje op moeders wang. Daar zat hij, Bob. Ja, vroeger werd hij vaak getrapt. Willem, is het een naaimachine? Daar gaat hij dan weer, meneer Bouwma. Heel goed. Dat is sterk, hè? Ik word toch zo moe van die man. Heeft hij dan weer? Ja. Oh, heer. Ja, en ik had het gisteravond gezien op de tv. Ik weet wel echt niet meer wat voor uitzending. Ik had het over een naaier en een naaister. Ik denk, nou, dit moet de naaimachine zijn. Dan gaat hij ermee vandoor. Maar ja, dat is misschien nog een andere. Heb je nog een andere? Ik heb al wat anders, ja. Ja? Loes. Ja. Regering. Nee. Oh. Nee, die is al geboren. Die is al geboren, ja, maar geen lang leven beschoren, zei je. Oh, daar had ik niet aan gedacht. Daar had ik niet aan gedacht. Dat is mooi. Ja, leek mij zo duidelijk. Kijk, die wetenschap ligt nog grotendeels in de schoot der toekomst verborgen. In de schoot der toekomst. Fijn, Roes. Die wetenschap. Fred. Ja, die wetenschap, ja, ja. Ik wil een beetje richting Jos op. Ja. Het heeft met de muur te maken. Voorzichtig vraag, is het Rembrandt? Het zou kunnen. Wat een mooie. Bij mij wel, bij jou niet. Aan het graf wat je verdient. Dat is een mooie. Wat je verdient, zeg maar. Theo, moet ik beginnen? Ga jij wat vragen stellen, zo, jongens, dan gaan we heel snel, hè. Is het iets heel moderns? Ja. Ja. Ja? Ja? Kun je er alles mee doen? Ja. Nou, er... nog wel, ja. Kun je ermee rekenen? Ja. Kun je ermee... Oprekenen. Oprekenen? Ja. Is computer? Nee. Ja. Oh, geen computer. Ja, dat is een studieobject, dat wel? Niet, ja. Je kunt erin studeren? Nee. Je kunt er wat uithalen? Ja. Is het een encyclopedie? Nee. Wat verdorie. Mag ik drukken? Ja, ja, je kunt er niet studeren. Een rekenmachine? Nee. Zat jij me dwars? Een rekenmachine? Nee. Maar je kunt het niet over het hoofd zien? Nee. Het is een studiekop. Nee. Nou, dat moet nog blijken. Oh, het moet nog blijken. Ja. Is het een persoon? Nee. Is het een zaak? Nee. Is het plantaardig? Nee. Is het mineraal? Nee. Ben jij het? Nee. Oh. Dat kan niet. Het is niet mineraal, het is niet plantaardig, het is geen persoon. Het maar... kan toch abstract wezen, Tom? Oh, is het abstract? Ja, het is abstract. Ja. Juist, juist, juist. Het is een soortement van wedstrijd, dus dat is duidelijk. Studieobject. Nee, dat is plantaardig. Dit waren 60 vragen in 1 minuut. Ja, we zullen het even bij laten. Ja, tot je dienst, Pip. Nou, ik hoop dat we wel kunnen stellen dat Holland-België door, niet door Holland of niet door Holland, door België gewonnen zal worden, maar door Theo. Door Noord-Holland, hè, Tom? Noord-Holland, Theo, ja, ja, ja. Werbershoofd. Ja.
Ik neem het bal. Hebben jullie in de beurt? Fred heeft nog wat vragen te stellen. Okay. Ja, ik mag een minuut vragen stellen. Heb jij al een bal gehad, Fred? Ik hoop dat de tijd nu loopt. Ja. Fred, heb je een bal gehad? Nee, ik heb nog geen bal gehad. Wie in een bal? Is het oliebol? Ja. Nee, mijn onderwerp. Je had het. Nee. Je zit zo nadrukkelijk over die ballen. Het is toch niet abstract, een oliebol? Nou ja, voor mij wel hoor. Ja, Loes. Actueel, geen lang leven. Ik heb geen idee. Nou, dat geeft toch niet. Gewoon vraag. Nou, ga ik door bij Jos. geen Rembrandt. Geen Rembrandt. Je kan het aan de muur, bloemetjes. Een behanger. Je had het over een rol. Behang dan. Als er punten te verdelen waren, had ik allebei de helft gegeven. Behang met een korte voornaam zijn. Dus okay. Dat is niet goed. Fred, ik heb nog geen belletje gehoord. Nog wat vragen? Ik heb erop. Nee, maar bedoel, nog geen belletje dat je nog wat vragen op moet houden. Een minuut kan zo lang duren. Ik ben nog niet geraden. Jij bent er niet geraden. Nou snel op. Nou snel op, dan ga ik dus toch naar Bob. Loes, hartstikke makkelijk. Is het iets wat ik doe? Nee. Is het iets fijns? Ik hoop het. We hebben net al onze wensen ervoor uitgesproken. 1982. Ja! Ja, ja. Voor de tiende maal was deze. De tiende ronde, heel goed. En driemaal raken en een kleine aanwijzing erbij. Ja, jongens, uitstekend. Zonder attributen. Ik weet niet wat we er hadden, maar er staat er altijd nog één. En die doet er verschrikkelijk zijn best. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor het meedoen. Gezellig dat jullie er ook waren. Beetje lang moeten wachten natuurlijk. Ja, met zoveel kandidaten. Maar het was erg leuk. Bedankt. Heel succesvol seizoen voor jullie alle drie. En leuk dat jullie er waren. Dankjewel. Dag Theo. Dag Bob. Oude kaartjes. We zijn er, beste mensen thuis en u hier in het Spand. We zijn er doorheen, maar ik wil toch nog graag eventjes doen. Ik zou het ook leuk vinden om de mensen naar voren te halen, dames en heren. Die verantwoordelijk zijn eigenlijk voor dit spel. Die het spel bedacht hebben. Want u hebt daar vanaf de afgelopen zomer in 1981 al van kunnen genieten. Gezien uw waardering overal, gezien de enorme hoeveelheid mensen die kijken naar Babylonië. En daarom vind ik het leuk om eens even op deze stoel te zetten. Jan Meulendijks en Bart Schuil die dit spel bedacht hebben. Kom er even bij, jongens. Ga even zitten, drink toch eventjes, al is dat al laat, nog even een glas met ons mee. Want we hopen toch allemaal dat we in het komende jaar, ook in het jaar wat nu voor ons ligt, verschrikkelijk veel succes zullen hebben met Babylonië. Dat we weer heel verschrikkelijk veel zullen lachen. Hè? En dames en heren, ik moet u eigenlijk zeggen, dat het is natuurlijk weer de geboorte van een nieuw jaar. En die ooievaar is er eigenlijk alweer een beetje symbolisch voor. En ik dacht dat ons op dit moment nog een ander symbool te wachten stond, behalve de champagne. Ja, u mag weer best even komen. Ik vind dat u uw zaak uitstekend doet, moet ik u zeggen. Is het niet waar? He? Prima. Ja, die emmer staat er voor iets anders. Laat die er maar even staan. Voor twee is het. Wat is dat voor mooi. Heel goedemorgen in 1982. Dank u wel. U heeft het misschien niet helemaal gehoord op de microfoon staat hier. Alle Nederlandse beschuitbakkers wensen u een zeer goede morgen in 1982. Kijk, jawel. Want... Oh, wat mooi. Dank u wel, fantastisch. Heel mooi. Ik zei het u net al, dames en heren, de geboorte van een nieuw jaar. Wat hoort daarbij? Ook beschuit met muisjes. U krijgt hier in het Spand... allemaal beschuit met muisjes aangeboden door de Nederlandse beschuitbakkers. Daar komen ze de zaal binnen. En ik wou u, dames en heren, hier, dankjewel, langzamerhand afscheid van u gaan nemen. U kijkt nog even naar de beschuitbakkers die allemaal binnenkomen. Ik ga afscheid van u nemen met dit gigantische beschuit voor ons. Ik wou iedereen heel hartelijk bedanken die vanavond heeft meegedaan. Jongens, het ging weer prima, zeg ik dan tegen de programmamakers. Vast panel, Jos en Loes en Willem. Reuze bedankt, ook alle medewerkers. Dames en heren, een zeer gelukkig 1982. Bedankt u hier in Spand. En tot zeer spoedig. En dat zeer spoedig, moet ik even bij zeggen.
Want het kan best zijn dat uw kinderen niet hebben kunnen kijken, want die waren natuurlijk vroeg naar bed. We gaan dit programma herhalen. Straks moet ik zeggen, vanmiddag op nieuwjaarsdag, dan komt het programma er weer uit. Kijkt u dan niet, want heeft u al gekeken, dan zeg ik tot 11 januari, want dan zijn we er weer met Babylonië. Tot ziens.